Welkom bij een nieuwe video. Ik ga vandaag mijn koffer inpakken. En ja, dit is mijn eerste video. En ik ben Evelien en ik ben 9 jaar, kort in 2 november 10. En ja, ik woon in Nijkerk. En ja, ik heb het heel erg naar mijn zin hier. Maar ik woonde ook al in Nijkerk, alleen ik ben verhuisd. En maar ja, ik ga op vakantie morgen. Maar dan moet ik natuurlijk wel spulletjes. En dat vond ik leuk om jullie mee te nemen. Dus ja. Daar gaan we maar beginnen. Nou, ik heb eerst hier lange broeken. Heb ik een panter joggingbroek. Doe ik er alvast in. Nog een joggingbroek. En nog een spijkerbroek. Een lange. Wat een gedoe met die koffers altijd. En dan heb ik natuurlijk nog een handdoek. Dit is een paardenhanddoek. Alleen jullie kunnen hem niet heel goed zien. Alleen ik heb heel veel in mijn koffer. Hier heb ik 2 korte broekjes. Deze. En deze. En ja, die vind ik ook heel leuk. En dan heb ik een paardenhanddoek. En dan heb ik hier nog een heel leuk shirtje. Girl Power. En dan heb ik hier nog een heel leuk vest voor in de avond. En dat hoorde bij die joggingbroek. En daar heb ik dan ook nog een shirtje van. En ja, dat is natuurlijk ook altijd handig om te hebben. En dan, ja. En dan heb ik deze nog. Mijn bikinibroekje. En mijn topje ervan. Dus ja. En dan heb ik gewoon nog gewone spullen, want we gaan met de auto. En ik ben wagenziek, dus ik heb tabletjes nodig. Een koptelefoon. Dat vind ik fijn. En ik heb nog een boek voor daar op het strand of zo. Ik weet het geen eens of er een strand is, maar misschien is er wel een lekker zwembad of zo. Dus ik heb gewoon die dingen meegenomen. En ja, ik ben heel benieuwd, want mijn moeder heeft serieus vandaag geboekt als we morgen konden. Dus ja, ik vind het heel apart opeens als we nu even ja, moeten doen. En natuurlijk heb ik ook nog ondergoed nodig, alleen dat moet ik zo nog pakken. Maar eerst ga ik nu alles er even in doen, denk ik. Oh nee, ik kan beter eerst mijn ondergoed pakken, wauw. Nou, we gaan maar 1 nachtje of 2, ik weet het niet. Alleen we hebben ook al verhuisd en daar hebben we al heel veel geld aan gegeven. En we, ja. Dus ik heb hier een onderbroek en een topje. Dat is niet heel interessant of zo. Maar ja, het hoort er natuurlijk wel bij. En ja, maar ik ga me nog een beetje verder voorstellen. Ik hou van paarden. En ja, mijn hobby's zijn paarden en streetdansen. En ik zit op LDC, Laurens Dance Centrum. Goeie reclame. Dus ga daar sowieso op, want het is echt heel leuk. En ik zit op paardrijden ook. En dat is bij Marneges Lichtenhorst. En dat vind ik ook heel leuk. En ja, ga zeker op Marneges Lichtenhorst als je paardrijden leuk vindt. Als het van je ouders mag, want natuurlijk mag het niet altijd van je ouders. Dat heb ik dus ook gehad. Toen bleef ik maar zeuren. En dan ging ik zelfs dromen, toen ik klein was, over, oh, ik word echt een vorige ruiter. En ja, maar jullie gaan vast nog wel, ook nog wel paardenfilmpjes. Dus als je heel veel van paarden houdt, kijk dan zeker al mijn video's. En sowieso ook omdat het leuk is. Ja. En dan heb ik hier nog een heel leuk. Ja, deze heb ik al laten zien. Alleen ik ben hem aan het opvouwen. Maar ik vind deze gewoon te leuk om te laten zien. Dus ja. Maar ja. Ik vouw dat even heel snel op. En dan heb ik mijn boek moet mee. En mijn koptelefoon. Alleen die ga ik morgen denk ik in de auto doen. Nu heb ik niet in mijn koffer. Deze moet ik wel ook bij mijn. Oh nee, die doe ik wel even in mijn koffer.
En dan, ja, dan was dit de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer hieronder. En hieronder. Ik weet niet waar. En ja, druk daar op het belletje. Want dan zie je al mijn views en video's. Wie ik ga plaatsen. Dus ja, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Dus doei!